Jij snapt het. Ik snap het, ja. Dat klopt. Ik ben echt jaloers. Ja, dat snap ik ook. Zag je dit aankomen of heb je dit goed gepland of is het een impuls? Nee, we zagen het vorige week al wel een beetje aankomen. Dus toen dachten we gaan lekker een dagje samen naar het strand. Ja. Meteen de eerste zonnestralen pakken, ja. Eerste mooie dag van het jaar, hè? De tweede al. Gisteren ook de hele dag gefietst. En vandaag de tulpenroute. Alleen er bloeit weinig. Ja, de tulpen staan nog niet allemaal in bloei? Nee, nee. En heel weinig hier. Goedemorgen, schaapsherder. De eerste echte lekker warme lentedag mogen ze naar de hei. Het is behoorlijk warm vandaag, ja. Het is niet het meest ideale weer om te laden, maar de planning stond vast, dus... Het was vandaag uitzonderlijk warm in de provincie. We waren zelfs een van de warmste plekken in Nederland. En dat heeft ook een reden. Dit soort landbouwgrond, daar staat nog geen gewas op. Dat zien we pas in de loop van mei en juni komen. Als er gewas op staat, dan krijg je meer vocht in de lucht. En dat kost meer energie om op te warmen. Nou, dit soort velden zie je op heel veel plekken nu in Flevoland. En dat is onder andere ook de reden dat het nu ook zo extreem warm kan worden.